Welkom, hij fladdert weer in het jaar van de Vlinder. Georganiseerd door L1, de Limburgse kranten, Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger en ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. We gaan het vandaag hebben over talent. Want als je de toekomst als regio Parkstad tegemoet wilt treden, dan heb je talent nodig. Supertalent. We zitten in de Nieuwe Nor, het poppodium, het veelgeprezen poppodium in Heerlen. En dat is een thuiswedstrijd voor de frontman van de band Audiophile, David Plantas. Audiophile speelt in Denemarken, in Slowakije, in Damascus. Winnaar van de 3FM Talent Award. Ja, David, ik heb eigenlijk maar één vraag. Worst in een hoed? Oeh, ja. Hier. Natuurlijk. Kijk, ik zal hem niet opzetten, want het is niet echt beleefd. Hè? Hij hoort er wel bij. Hij hoort er zeker bij. Al veel langer een grote naam, maar minder in de spotlights. In ieder geval op het podium. APG, de pensioenuitvoerder. 271 miljard euro aan pensioenvermogen beheren jullie. 4000 man in dienst. En dagelijks bezig dus met het trekken en houden van getalenteerd personeel. Directeur Human Resource, Gerald Jansen, helpt zo'n bandje als Audiophile daarbij? Uit Landgraaf? Ik ben ervan overtuigd. Dat klinkt misschien een beetje merkwaardig dat is wat ik nu zeg. Maar naar mijn idee is talent in een regio niet alleen iets om mensen, om hele slimme mensen in een organisatie aan het werk te hebben. Maar die mensen die moeten het ook leuk vinden om in die regio te wonen, te leven en te werken. En daar hoort in alle vlakken van dat leven hoort er spanning in te zitten en een beetje ambitie. En daar hoort goede muziek zeker bij. Kun je daar wat aan doen als iemand in uw positie? Daar kunnen we wel iets aan doen en ik begrijp wel welke richting u uit wil. En dat proberen we ook wel met in alle bescheidenheid van wat er mogelijk is. Maar het is inderdaad wel een insteek die we hebben op talentontwikkeling. Niet alleen de talentontwikkeling binnen een organisatie, maar zorg ook dat talent zich thuis kan voelen in een regio. En zorg dat ze met alle plezier naar die regio toekomen en daar blijven. Nou. En daar hoort cultuur zeker bij. Is zometeen misschien nog een verbandje te leggen. Hoe zit het trouwens met jouw pensioen? Dat komt wel goed, denk ik. Alhoewel. Want je hebt een baan daarnaast. Ja. Ja, zeker. Ik kan er niet van leven, nee. Het zijn eigenlijk twee banen, zo zie ik het althans. Ik probeer het wel een beetje als een bedrijfje te doen, te runnen. Mm-hmm. Als je op het niveau zit dat je op 3FM gedraaid wordt, dat je zo'n prijs vindt, dat je in de picture staat, dan is dat moment dat je ervan kunt leven nog heel ver weg. Als talent? Ja, veel mensen denken als je op de radio gedraaid wordt, zeker op 3FM, dat je dan kunt stoppen met werken. Dat is zeker niet zo. Nee. Het is gewoon nog altijd spelen en met spelen je geld verdienen en dan weer investeren in nieuwe opnames. Pluggen kost ook geld. Pluggen wil zeggen dat je reclame maakt voor je plaatje in Hilversum? Ja, dat je iemand op pad stuurt in Hilversum inderdaad, die dan je plaat aan de man brengt. En zo werkt dat wereldje. Mm-hmm. Maar het is zeker niet zo dat je dan kunt stoppen. Nee, helemaal niet. Oké, we gaan praten over talent en wat je ermee kunt doen. Misschien heel helder stellen. Hoe hou je talent binnenboord als je het eenmaal hebt? Door het in de zon te zetten. Het is voor talent ontzettend belangrijk om de voorwaarden met elkaar te creëren, dat zijn wel mooie woorden om eigenlijk te willen zeggen, zorg ook dat talent kan groeien en zich kan ontwikkelen. En dat geldt, denk ik, talent in allerlei takken van sport en dat geldt ook in de organisatie als APG. Is het niet gewoon een loonstrookje wat heel belangrijk is? Nou, dat zou je misschien verbazen, maar in het aantrekken van talent, en ik heb dat zelf al vaker meegemaakt, is dat loonstrookje niet bij de eerste top 5 van zaken die besproken worden. Dat gaat allereerst over hele andere dingen. Dat gaat inderdaad over, ja, wat ga je hier doen? En wat had je gedacht me over een half jaar te laten doen? En met wie doe ik dat dan? En op welke manier ga ik dat doen? En kan ik dat voor een deel van thuis uit doen? En mag ik het dan ook 's nachts doen als mij dat aanstaat? En pas dan? En dan komt uiteraard, en dat is wat David ook al zegt, uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. En dat hoort er natuurlijk wel bij. Maar ik wil maar zeggen dat het zeker, en ik kom dat dus zelf echt regelmatig tegen, zeker niet meer het eerste is waar mensen aan denken. Oké. Voordat je een talentvolle werknemer bent, moet je eerst een talentvolle scholier of student worden. Hoe belangrijk is het om talenten op middelbare scholen al te koesteren en te kweken? Nou, heel belangrijk, zeggen scholen in Parkstad Limburg. Want ze kwamen met een talentenacademie. Ik stel me meteen een heel groot gebouw voor met allerlei dure verdiepingen. Even luisteren bij Wim Hors van de overkoepelende onderwijsclub in Parkstad Limburg. Of dat ook zo is. Hij staat bij krantencollega Kim Noach. Een talentacademie, een gebouw vol toekomstige raketgeleerden. Jongens en meiden die Parkstad een prijzenkast vol Nobelprijs opleveren. Is dat zo?
Nou ja, als dat het uiteindelijk een van de uiteindelijke effecten is, dan zou dat fijn zijn. Maar talent zit in alle leerlingen. Elk kind dat geboren wordt, heeft een bepaald talent. Wat wij willen doen, is veel meer duidelijk maken dat kinderen zich bewust worden van die talenten en dat ze daar ook trots op worden. Wat net ook aangegeven wordt, zet dat talent in het zonnetje, doe daar wat mee. Maak kinderen trots en laat ze vooral ervaren dat er dingen zijn waar ze heel goed in zijn en waar ze verder in kunnen ontwikkelen. En stimuleer dat ook. Maar hoe doe je dat dan heel concreet? Nou, bijvoorbeeld door ze bij elkaar te zetten rondom ideeën die ze hebben, rondom thema's en ze samen met docenten, maar vooral ook mensen van buiten het onderwijs, goede ideeën verder te laten uitkristalliseren, laten ontwikkelen. Misschien zelfs kleine bedrijfjes op poten zetten. Door ze masterclasses aan te bieden waar een stuk verdieping in zit. En dan heb ik het over bijvoorbeeld masterclass Life Sciences op Chemelot. Maar dan heb ik het ook erover dat VMBO-leerlingen die uiterlijke verzorging gekozen hebben, met de Opera Zuid meelopen. En daar de knipjes van het vak, de spanning van de uitvoering en de repetitie meemaken. Wat ook voor die kinderen heel belangrijk is om hun talent te ontdekken, maar ook verder te ontwikkelen. En hoeveel potentiële talenten hebben jullie eigenlijk als onderwijskoepel SVOPL? 7.340. En dat zijn alleen leerlingen. Dan heb je nog niet eens over de docenten? Dan komen daar verder nog inderdaad rond 800 docenten bij. Plus ongeveer 200 niet-onderwijzende medewerkers. Dus we hebben ongeveer 8.500 talenten rondlopen. En hoe overtuig je hen dan dat zij ook talent hebben, dat ze ook hun kostbare vrije tijd vrij moeten maken om die talenten te ontwikkelen? Je hebt het nu over de leerlingen. Ook, ja. Nou, die leerlingen door ze aan te spreken op hun belevingswereld. Datgene waar ze goed in zijn, wat ze ook fijn vinden, waar ze zich veilig in voelen. Daar ontwikkelen ze ook vaak hun talent, hun passie in. En dat willen we met die leerlingen samen verder exploreren, verder ontwikkelen. Dat doe je overigens niet alleen als onderwijskoepel. Dat doe je ook door goede verbanden aan te gaan met bedrijven, met andere maatschappelijke organisaties. Ik noem de Opera Zuid, ik noem de ondernemerswereld. Donderdag zitten we met ongeveer 100 leerlingen die hun bedrijfsplannetjes gaan presenteren aan ondernemers, succesvolle ondernemers uit Parkstad. En met hen een uurtje gaan sparren over hoe ga je nou als ondernemer hiermee verder. Zodat ze niet alleen het schoolse meekrijgen, economie, management en organisatie. Maar dat ze ook de echte houdingsaspecten, het doorbijten, het risico durven nemen, verantwoording durven nemen van ondernemers meekrijgen. Om op die manier verder te ontwikkelen. Oké, dankjewel. Lijkt me fijn als je weet dat je een talent hebt. Hè? Je kunt liedjes schrijven, je kunt zingen, je kunt op een bühne staan. Wat heb je gehad aan je omgeving om dat talent te ontwikkelen in Landgraaf? Een lekkere, fijne omgeving om te leven, meer niet eigenlijk. Het is, je leven inspireert je, denk ik. Ik heb nooit ervoor gekozen om hier weg te gaan, omdat ik dacht dat beter voor me was op dat vlak of zo. Mm-hmm. Maar word je geholpen als je een jong popbandje bent en je staat op het punt om door te breken? Zijn er dan mensen op wie je een beroep kunt doen? Zijn er structuren? Je wordt in het begin wel geholpen. Maar op het moment dat de echte... dat de mensen, de wolven, zeg maar, komen. Hè, die zeggen van, je komt op 3FM. Dan staat een beetje je telefoon roodgloeien. En dan is het van, ja, heb je al een manager? Heb je al een boeker? Heb je zus en zo? En dan krijg je de grote naam aan de telefoon? Dan krijg je grote naam aan de telefoon. En dan krijg je ook contracten waar je geen flauw benul van hebt. En dan loop je wel ergens tegen een muur aan. Want dan kan niemand je helpen. En dat heb ik al gemerkt. Dus wat je dan doet is, je zoekt mensen uit het vak die je kent. Die je tegenkomt, die trek je ze in de mouw en zeg je van, goh, ik heb dit en dat, en zijn zo en zo, een contract, en wat moet ik dan mee? En daar heb ik wel gemerkt, dat is eigenlijk wel een gebrek, dat er niet, er geen instantie is die hier zegt van, we hebben bijvoorbeeld een jurist of zo, die dat voor je kan bekijken en betalen. Ja, dus je wordt op een bepaald niveau, word je geholpen door de Stichting Popmuziek Limburg, door de faciliteiten in Parkstad, maar dan kom je op een grens en dan kunnen ze je niet meer helpen. En dan ben je aan jezelf overgelaten. Ja, min of meer vind ik dat wel. Ja. En wat is de belangrijke keuze die je nu moet maken? Want jullie gaan in januari een album opnemen. Hoe functioneert zoiets? Dat wordt gefinancierd. Door een grote maatschappij. Daar heb je geld voor nodig. Dat moet je van tevoren hebben. Daar heb je 15.000 euro voor nodig, zeg maar. Ja, goed, dat heb ik ook niet zomaar op mijn bankrekening. Dus dat geeft dan bijvoorbeeld een platenmaatschappij? Of? Precies, in ruil voor je auteursrechten, et cetera, et cetera. Dus je wordt echt eigenlijk
van de ene kant vastgeketend, van de andere kant krijg je... Dus je moet je ziel verkopen in de hoop dat uiteindelijk dan... Ja, nou, ja. En ik ben nogal eigenwijs, dus ik heb wel al best veel contracten afgewezen. En achteraf denk ik dan van, had ik dat nou moeten doen? Maar ik denk dat, en dat hoor ik van heel veel mensen uit het vak, dat het vooral belangrijk is dat je je vrijheid houdt. Dus wat je eigenlijk zou moeten hebben is gewoon iemand die zegt van, ja, ik heb wat geld over. En ik, voor mij is dat een habbekrats, zoals je dat zegt. 271 miljard euro. Als die pensioenfondsen dat op een beurs laten staan, of dan is het over een jaar weggesmolten. Volgens mij kun je het beter investeren in talent, want daar hebben we de mond van vol. Nou, ik ga u verrassen. Dat doen wij bedrijfsfeest. Want een van onze klanten, een bekend groot pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijs, die hebben daadwerkelijk heel veel geld in muziekrechten zitten. Dus David, ik zou zeggen, ga vooral zo door en dan komt het wel goed. Oké, ja, ja. 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 Meer niet? Ja, ik 15.000 rotte euro's. Ja, nou ja, ik ben dat niet hier vanavond voor gekomen. Nee, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Nee, maar je zou kunnen zeggen, u zegt net, dit helpt om die talenten die wij constateren hier te houden. Dus daar moet je, nee, daar moet je actief in zijn. Nee, maar zo gaat het ook wel. Alleen de keuze om dan een album van een talentrijke popmuzikant te sponsoren, dat is natuurlijk dan vervolgens de vraag of je dat moet doen. Maar het gaat meer in zijn algemeenheid. Wat we in de regio proberen te doen is, nogmaals met bescheiden bedragen, zaken die anders misschien niet tot stand zouden zijn gekomen, om die een duwtje in de rug te geven. We gaan u overtuigen. Ja. Zet hij een hoed op en wandel een paar meter naar achter onder de hoofdbühne. De band heet Audiophile. Oh. Ja. Ja, dat is dan weer het nadeel. Je zit vastgeketend aan van alles. Maar dat gaat je straks in Hilversum ook overkomen. Ja, dat weet ik. Ja. Zo. Meneer Jans, wat is eigenlijk talent? Ja, talent bestaat niet als een soort harnas waar mensen in moeten passen. Talent heeft allerlei vormen, soorten en maten en gewichten. En waar wij vooral achter zijn, is dat je door anders te kijken naar mensen heel vaak weer het talent ziet wat je nog nooit bij iemand hebt gezien. Draai u om en geniet van Audiophile, een nieuwe single, Officer in Command, Wallace War, in een soort van akoestische setting. Iets minder knallend als normaal, maar daarvoor des te mooier. David Plantas en zijn band uit Landgraaf. Audiophile! I think I saw a green leprechaun. She's 21 and much too young. She cut my life down the apple tree. I want to be with her, want everything. I think I saw a green leprechaun now. But she's me, I'm so in command. I'm so in command. I'm so in command. But she's me, I'm so in command. I'm so in command. I'm so in command. I think I saw a green leprechaun. From a nice family. She's got a nice smile. Do you know her? But she's real sweet. Come in.